I started talking about the attitudes we should have. Actually, that's what my plan is. To end there. Ik ben begonnen te praten over de houdingen die we moeten hebben. Of eigenlijk, mijn plan is om daar te eindigen. De houdingen die we moeten aanhouden. I don't know if I'll be able to finish this today, because I'm teaching this. Not preaching this. I'm going to be teaching this. I'm teaching this with the hope that our eyes will open. The eyes of our understanding will open. That is my hope. Ik onderwijs het met het doel dat onze ogen van onze kennis zullen openen. There is a certain behavior of Christians that we need to address. That we need to have a critical look at. Er is een bepaald soort gedrag van een christen die we kritisch moeten bekijken. Are there children of God here? Zijn er kinderen van God hier? All right. So today, let me just talk to children of God. Is that okay? Vandaag wil ik met kinderen van God praten. Okay, is dat so, goed? I need to address this attitude and wake us up. Ik moet deze houding behandelen en ons opschudden. It started with Jesus' time. Het begon al in Jezus' tijd. There is something that you cannot neglect or even take away from us. As long as we remain human, there is going to be some amount of humanity in everything we do. Er is iets wat u niet van ons weg kunt nemen. Zolang we mens zijn, zal er altijd een deel menselijkheid blijven in alles wat we doen. I'm a human being. Ik ben een mens. So there are certain characteristics you will see about me. My body can fail because I'm human. Dus u zult bepaalde karakteristieken aangaan in mij zien. Mijn lichaam kan falen omdat ik een mens ben. I will die someday because I'm human. Op een dag zal ik sterven omdat ik mens ben. It does not matter how anointed I am. Het maakt niet uit hoe gezalfd ik ben. Because I'm human, I have emotions. Omdat ik een mens ben, heb ik emoties. Because I'm human, I mean wills. I wouldn't say just one will, but I have wills that may not always be in line with the will of God because I'm human. En omdat ik mens ben, heb ik verschillende soorten willen. En die zullen niet altijd eens zijn met de wil van God. Ik heb willen dat niet altijd zal de wil van God zijn. Omdat ik een mens ben. Are you understanding me? I'm human. So ik ben mens. When you see those things, it is not a part of my deity. It is not a part of the God in me. It is just a manifestation of me being human. Dus als je die dingen ziet, is het niet een deel van God in mij, maar het is een manifestatie van dat ik een mens ben. I like cars. Ik hou van auto's. It's part of my humanity. Dat is een deel van mijn menselijkheid. I like structures. Ik hou van gebouwen. It's part of my humanity. Dat is een deel van mijn menselijkheid. Are you understanding? Begrijpt u dat? Okay, because I'm human, I disappoint. En omdat ik mens ben, stel ik teleur. That's part of my humanity. Dat is een deel van mijn menselijkheid. Okay, so we see humanity even in the apostles that walked with God, the disciples. Let me put it that way. Dus we zien zelfs menselijkheid in de discipelen die met God wandelden. There was a certain bit of humanity that went to them or into them, and that made two of them, together with your mother, go to Jesus and ask for positions in heaven. Let my son, this one sit on your left and the other one sit on your right. Humanity. Dus er is een bepaalde mate van menselijkheid dat hen binnentrad en dat ze samen met hun moeder naar Jezus gingen en vroegen om posities. You know, so we will always have that. We will always have that. Dus we zullen dat altijd behouden. Somebody say humanity. Iemand zegt menselijkheid. Okay, we'll always have that. We zullen dat altijd hebben. We'll always have that. A desire to look good, het verlangen om er goed uit te zien. That's part of our humanity. Dat is een deel van onze menselijkheid. A desire to be appreciated. Het verlangen om gewaardeerd te worden. That's part of our humanity. Dat is een deel van onze menselijkheid. But you see, the things I want to talk about are things that are rather destructive. Maar de dingen waar ik het over wil hebben zijn de dingen die vernietigend zijn. And unfortunately, they sit in our untamed, undeveloped, unscrupulous
humanity. En jammer genoeg zitten ze in ons onderontwikkelde en ongetemde menselijkheid. No, I was looking for three words, so you choose one. So it's okay. Onderontwikkelde. Okay, all right. So there is always something in us that pushes us too far, and that creates problems. Oh, listen to this carefully. It creates problems not just for us, but it creates problems for our faith. Dus en er zijn maar zijn altijd dingen die ons te ver duwen en die creëren niet alleen problemen voor ons, maar ook voor ons geloof. You know, not everybody understands that not everyone that goes to church is a Christian. Niet een ieder begrijpt dat niet iedereen die naar de kerk gaat een christen is. For the world, Christianity is religiosity. Christianity is a religion. Voor de wereld is het christendom een religie. So they think that you profess that you are a Christian, or you profess that you follow Jesus, and then that's it. You are a Christian. Dus ze geloven dat u belijdt dat u Jezus volgt of dat u een christen bent en dat het dan is. But no, Christianity is a way of life. It's a character. Maar nee, het christendom is een manier van leven. Het is een karakter. Let me be a little controversial here. Ik zal hier controversieel zijn. You can have a believer. Je kunt een gelovige hebben. That is acting unchristian. Die zich niet christelijk gedraagt. And an unbeliever. En een ongelovige. That is acting Christian. Die zich christelijk gedraagt. Are you understanding me? Begrijpt u dat? A believer, a churchgoer. Een gelovige, iemand die naar de kerk gaat. Tongue talking. Iemand die een tongentaal spreekt. Hands clapping. Iemand die zijn handen klapt. Tithe paying. Iemand die zijn tiende betaalt. That may act unchristian. En die persoon, er is een manier dat die persoon zich niet christelijk gedraagt. Christianity is more in our acts. Dus christendom zit meer in onze handelingen. Than in our faith. Dan in ons geloof. It is the things we do. Het zijn de dingen die we doen. The things we believe. De dingen die we geloven. Makes us believers. Maakt ons gelovigen. The things we do. De dingen die we doen. The Christ-like behavior. Het gedrag als dat van Christus. Is what makes us Christians. Dat is wat ons christen maakt. Now, I want to take us from there. Ik wil ons vanaf dit punt nemen. In order to establish a certain pattern. Om een bepaald patroon te vestigen. I have noticed a lot of things, but let me mention maybe two or three about us church people. Er zijn veel dingen mij opgevallen aangaande ons kerkmensen, maar ik zal 2 of 3 dingen benoemen. Maybe I can mention about 13, but today I just want to mention about 2 or 3. Ik kan eigenlijk iets van 13 benoemen, maar ik zal er vandaag maar 2 of 3 benoemen. And they are very dangerous things. En het zijn hele gevaarlijke dingen. But we don't realize. Maar we realiseren het ons niet. The first one is making Christianity a religion. Het eerste is van het christendom een religie maken. We don't realize. En we realiseren ons dat niet. We don't realize. We realiseren het ons niet. The second thing is our unwillingness to be responsible. De tweede is dat we niet gewillig zijn om verantwoordelijk te zijn. Church people. Kerkmensen. We always want people, others, to do things for us. We willen altijd dat andere dingen voor ons doen. We are part of the church. We zijn een deel van de kerk. But the work of the church must be done by somebody. Maar het werk van de kerk moet door iemand gedaan worden. So when the church is progressing. Dus als de kerk vooruit gaat. It is our church. Is het onze kerk. But when it is not doing well. Maar wanneer het niet goed gaat. It is Pastor Bernard's church. Is het Pastor Bernard's kerk. We don't understand that responsibility means that all of us working together to ensure that the work of God started through Jesus is established. We snappen niet dat verantwoordelijkheid betekent dat wij te samenwerken en dat het werk van Jezus Christus dat het dan gevestigd wordt. The third thing that is so dangerous. Het derde ding dat zo gevaarlijk is. Is let me say the 3 things that the Bible warns us about. 3 dingen waar de Bijbel ons over waarschuwt. In 1 John. In 1 Johannes. Chapter 3. Hoofdstuk 3. Reading from verse 15. Vanaf vers 15. He says, love not the world.
Zeg, heb niet de wereld lief. Neither the things that the world simply means the systems, the evil systems of the world. Dat betekent gewoon de kwade systemen van de wereld. Neither the things that are in the world. Ook niet de dingen die in de wereld zijn. For if any man loves the world, want als een mens de wereld lief the heeft, love of the Father is not in him. Dan is de liefde van de Vader niet in hem. For all that is in the world, want alles wat in de wereld is, the lust of the flesh, de lust van het vlees, the lust of the eyes, de lust van het oog, and the pride of life, en de hoogmoed van het leven, is not of the Father, is niet van het van de Vader, is of the world, maar is van de wereld. The world and everything in it, de wereld en alles erin, is passing away. Dat vergaat. Now you will understand as I go on why I quoted this. En u zult begrijpen terwijl ik verder ga waarom ik dit heb geciteerd. But let us start with the disciples of Jesus. Maar laten we beginnen met de discipelen van Jezus. That pride of life. Die hoogmoed van het leven. That desire to be seen. Het verlangen om gezien te worden. That desire that breeds selfishness. Het verlangen dat egoïsme opwekt. I think just about myself. Ik denk alleen naar mezelf. I don't want to help anybody. Ik wil niemand anders helpen. I don't want to be there for anybody. Ik wil er voor niemand zijn. It is very easy for this thing to enter the church. Het is heel makkelijk voor de ding om de kerk binnen te treden. I am active only when it concerns me. Ik ben alleen actief wanneer het om mij gaat. Somebody in the church has a funeral. Iemand in de kerk heeft een begrafenis. No, but I'm not close with that person. Ja, maar ik sta niet dicht bij die persoon. So I'm not going. Dus ik ga niet. You don't have to be close. U hoeft niet dicht bij die persoon te staan. You are a part of the same body. U bent een deel van hetzelfde lichaam. That's how little it starts. En dat is hoe klein het eigenlijk begint. Selfishness. Egoïsme. Just thinking about you. Alleen denken aan uzelf. Nobody else matters. Niemand anders doet er toe. Together with the pride of life. Tezamen met de hoogmoed van het leven. I want to be seen. Ik wil gezien worden. I want to be that this. Ik wil dit zijn. I want to be that. Ik wil dat zijn. I want to be on top. Ik wil daarboven zijn. And everybody else underneath me. En ieder ander onder that mij. That is a standard of the world. Dat is een standaard van de wereld. The Bible says in the world the lords boss it over them and the servants serve. But in Christ, the one that wants to be the greatest must be a servant. In de Bijbel staat in de wereld, de Heer regeert over zijn dienaren. Maar in de Christus, degene die het grootst wil zijn, moet eerst een dienaar zijn. We don't stand to ask ourselves the question, what does it even mean being a Christian? We stellen onszelf niet eens de vraag, wat betekent het om een christen te zijn? What is my responsibility as a Christian? Wat is mijn verantwoordelijkheid als een christen? We don't ask these questions anymore. We stellen die vragen niet meer. We have become so overwhelmed with looking for solutions in Christ for the problems in the world that affects us. So we want a car and I don't have a problem with that. We want a house and I don't have a problem with that. And we want a wife and I don't have a problem with that. And when we get a wife, we want a baby and I don't have a problem with that. When we get a baby, we want a lot of money and I don't know. But think about it. How long are we going to stay there and not go beyond ourselves to say that I represent Christ, and just like Christ loved me, I want to love somebody. Just like Christ laid his life down for me, I want to lay down my life for somebody. Just like Christ helped me, I want to help somebody. We zijn zo overweldigd geraakt door met het zoeken naar oplossingen voor dingen in de wereld die voor ons problemen zijn geworden, dat we heel veel dingen willen, maar dat we niet bezig zijn met net zoals Christus ons leven leggen voor iemand anders of er voor iemand zijn. Worldly thinking. Werelds denken. Selfish thinking. Egoïstisch denken. Leading to very serious problems. Die leiden tot serieuze problemen. Jesus' time. In Jezus' tijd. There were three very important people. Waren drie belangrijke mensen. Remember the scribes? Kent u nog de schrijven? You don't remember the scribes? Scribes. There were the scribes. Scribes. The Pharisees. De Farizeeën. And the Sadducees. En de Sadduceërs. The Pharisees and the Sadducees. Remember them? Okay. You know, these people deze mensen managed in that time heerste in die tijd to turn a relationship with God
om een relatie met God te keren. Into a worldly political position. Naar een werelds en politiek bezit. They became people that were so traditional. They became people that were not living the life of Christ, demonstrating the life of God and doing the things that God would do. Ze waren niet zoals Christus en ze waren zo bezig. And became so important in the society and had to be worshipped, had to be adored, had to be carried up high, had to be held in high honor by the society without them doing the work that had to give them that honor. En ze werden zo belangrijk in de gemeenschap, ze werden zo omhoog gehouden en ze werden zo geëerd zonder dat ze het werk deden waarvoor ze die eer moesten krijgen. En dat is dezelfde houding die we vandaag hebben. Same attitude. Dat is dezelfde houding. And because of that attitude, en vanwege die houding we have pastors hebben voorgangers vandaag that don't pastor no church. Die geen voorgangers zijn van de kerk. We have evangelists today we hebben evangelisten that vandaag don't evangelize. Die niet evangeliseren. We have apostles. We hebben apostelen vandaag. That word apostle from apostolos means they're sent out. That don't go anywhere. They are not sent anywhere. Die nergens naar gestuurd worden. We have prophets today. We hebben profeten that vandaag. That are more soothsayers than mouthpieces of God. Die eerder de dingen willen zeggen die fijn klinken dan de dingen zeggen van de mond van God. The things they prophesy. De dingen die ze profeteren. That seem to edify the church. Die voegen niks toe aan de kerk. The prophets of our day don't seem to have a word. Like those prophets in the old time had a word that built Israel. De profeten van onze dag hebben niet net zoals de profeten in de oude tijd een woord dat Israël bouwde. The prophets of our day have only a word that builds themselves up. Ze hebben alleen een woord dat hen zelf opbouwt. It's strange. En dat is raar. When they call you, wanneer ze u bellen, if you are not going to die, als u niet gaat sterven, you are going to prosper. Gaat u in voorspoed leven. Finish. En dat is het. I see death. Ik zie dood. If they don't see death, als ze de dood niet zien, you are going to be rich. Dan gaat u rijk zijn. They never call you and tell you, the Lord says, get out of your sin. Ze bellen nooit en zeggen tegen u, de Heer zegt, kom uit uw zonde. They never stand in front of the church and say, the Lord says, the church needs to turn back to him and pray. En ze zeggen nooit voor de kerk van de Heer zegt dat de kerk terug naar hem moet keren en moet bidden. We have teachers that can teach. We hebben onderwijzers die niet kunnen onderwijzen. They themselves don't know the word. Zij zelf kennen het woord niet. And yet they want to be teachers. En toch willen ze onderwijzers zijn. Pharisees. Fariseeën. And Sadducees. En Sadduceërs. Just the position. Gewoon de positie. Just the honor. Gewoon de eer. That is how come we have frightening titles. En daarom hebben we beangstigende titels. Senior apostle. Senior apostle. Apostolic governmental senior papa. Apostolische governmental senior the papa. The papadom of the papaship. Left reverend, right reverend, center reverend, up reverend, down reverend, all kinds of reverend, but they are not worthy of any reverend. Ze hebben allerlei titels, maar ze zijn niet waardig voor die eer. And these people moved Christianity from a relationship, or they move a relationship with God from relationship to political positions. En deze mensen bewegen een relatie, het hebben van een relatie met God, naar het hebben van een politieke relatie. Of een politieke positie. I'm going to be honest with you. Ik ga heel eerlijk met u zijn. You know, when I look at America, wanneer ik kijk naar Amerika, and I look at the kinds of people that the evangelicals supposed to be Christians. Evangelicals. When I look at the kind of people they support. Wanneer ik kijk naar de mensen die de evangelisten ondersteunen. Evangelicals. Evangelicals. They support in politics. I ask myself, does the evangelicals now represent God on earth, or they are just political people? Als ik kijk welke mensen ze ondersteunen, dan vraag ik me af, vertegenwoordigen ze God op aarde of zijn het slechts politieke mensen? What qualifies you? Wat geeft u de kwalificatie? For the support of the evangelicals. Voor de steun van de evangelicals. It's not
following the principles of Christ. Het is niet het volgen van de principes van Christus. It's not loving people. Het is niet het liefhebben van mensen. It's not speaking the truth. Het is niet het spreken van de waarheid. It's not being an honest politician. Het is niet het zijn van een eerlijke politicus. The evangelicals will not condemn what is wrong. De evangelicals zullen niet bestraffen wat verkeerd is. Rebuke. Bestraffen. Think about it. Denk erover na. The people they support are the Ted Cruzes. De mensen die ze ondersteunen zijn de Mitch McConnells. De Mitch McConnells. The McCarthy's. De McCarthy's. Those are the people they support. Dat zijn de mensen die ze ondersteunen. De Donald Trumps. It does not matter how much wrong he does to people, they will not come out and say, look, we may like your foreign policy, but as for this one, we think you were wrong. No, no. Het maakt niet uit wat hij mensen aandoet. Ze zullen niet zeggen van we houden van een deel van uw politiek, van uw such things, maar hierop causes people to doubt the Christ. We preach. En door zulke dingen gaan mensen twijfelen aan de Christus die we prediken. Go to Africa. Ga naar Afrika. Our prophets. Onze profeten. Have become politicians. Zijn politici geworden. They just support the people they like, and instead of God speaking through them, now they are speaking through God. Ze ondersteunen gewoon de mensen die ze willen ondersteunen, en in plaats van dat God door hen spreekt, spreken zij door God. And we talk about things. En we praten over dingen. That surprises me. Just stay there. Just stay there like that. Think that surprises me. Dingen die mij verrassen. Look, I love Pastor Chris. Ik hou van Pastor Chris. He's used mightily of God. Hij is machtig gebruikt door God. But that 5G thing, was wrong. Maar die 5G, dat ding over 5G, daar zat hij verkeerd. He was wrong. Daar zat hij verkeerd. It doesn't change the fact that he's a man of God. Dat verandert niet het feit dat hij een man van God is. It has not changed the fact that he's anointed. En het verandert ook niet het feit dat hij gezalfd is. It has not changed the fact that he's real. En het verandert niets aan het feit dat hij echt is. But because he is human. Maar omdat hij mens is. On that particular thing, that thing, 5G, that there is no corona, but it's 5G. As for that one. Dat er geen corona is, maar er is 5G. Because corona is real. Want corona is echt. Is someone hearing me? Hoort iemand mij? And then we keep shifting and shifting and shifting. Now, as we shift. En we bewegen steeds weg. En terwijl we dat doen. Do you know what shifts with us? Weet je wat met ons meebeweegt? Our message. Onze boodschap. Our message shifts with us. Onze boodschap beweegt met ons mee. And we do not emphasize the character of Jesus anymore. En we benadrukken het karakter van Jezus niet meer. We do not even emphasize the miracles that are worked by the power of the name of Jesus. But rather, we work miracles now by the power of a satanic god called Beelzebub. Maar we benadrukken ook niet meer de wonderen die hebben plaatsgevonden door de kracht en de naam van Jezus Christus. Nee, we bewonderen nu de wonderen die plaatsvinden door Beelzebub. Ik zal snel prediken over de 8 goden die in de wereld zijn. One of them is Beelzebub. Beelzebub is the god of solutions or the god of miracles. Beelzebub is de god van oplossingen of van wonderen. Just go get a solution. It doesn't matter. Ga gewoon een oplossing verkrijgen en het maakt verder niet uit. So church people will go to church and it doesn't matter what is going on there. Dus kerkmensen gaan naar de kerk en het maakt niet uit wat daar plaatsvindt. Whether it is biblical or not biblical, because it has a name, church. Of het nou bijbels is of niet, omdat het de naam kerk draagt. It doesn't matter. Dat maakt het niet uit. You know, Mohammed. Power, evangelical, whatever, just add church. People will come. You are performing miracles. Het maakt niet uit wat voor naam u heeft. Het voeg er kerk aan toe en voer wonderen uit. Dus zullen mensen komen. We don't even care about the basis of those miracles. Het maakt ons niet eens uit wat de basis is van die wonderen. En pastor is saying, God says, I should sleep with you, even though you are somebody's wife. I should sleep with you. Een voorganger zegt, ik moet met u naar bed, alhoewel u iemands vrouw bent. And then you say, if I will get a child, because that's what I'm looking for. Als u, dan zegt u, als ik dan maar een kind krijg, want dat is waar ik naar op zoek ben. The Lord says, I should bathe you. The Lord says, I should anoint you with oil, your whole body.
De Heer zegt, ik moet u baden of ik moet uw hele lichaam zalven met de olie. Oké, zolang ik maar een kind krijg, zolang ik maar mijn wonden krijg. People are breaking away from church. Why? Because they also want to be called founder, general overseer, senior apostle, general apostle, apostolic papership. They want to be called something, and so we are not able to work together. Waarom breken mensen weg van de kerk? Dat is omdat ze een bepaalde titel willen. En daarom zijn we niet in staat om samen te werken. Somebody criticized me for preaching and teaching that every race, that the Africans, the Europeans and the Asians, we all have different purposes and destinies in the mind of God. Somebody says, because I preached that message, I have missed it. Iemand bekritiseerde mij omdat ik onderwees en predikte dat iedere ras dat die een doel heeft in Gods gedachten. En vanwege die dag, omdat ik dat predikte, zegt die persoon dat ik iets heb gemist. I decided not to answer him. En ik besloot om geen antwoord te geven op die persoon. Because it was a waste of my time. Want dat was gewoon tijdverspilling. I mean, I just want him to grow. When he grows a little bit, he will understand that God creates, makes and orders nothing without a purpose. En ik wil gewoon dat hij groeit. En wanneer hij groeit, dan gaat hij snappen dat God alles schept zonder met een doel. Hallelujah. Hallelujah. Now, to get to the beginning of today's message, all these things that I have, I'm going to end very soon, don't worry. All these things that I've said have pushed us to a certain place. What place? Al deze dingen die ik heb gezegd, die hebben ons geduwd naar een bepaalde plaats. Welke plaats dan? The lust of the flesh. De lust van het vlees. The lust of the eyes. De lust van de ogen. The pride of life. De hoogmoed van het leven. Selfishness. Egoïsme. Greed. Gierigheid. The love of political power. De liefde voor politieke kracht. It has brought us kracht to a certain place. Het heeft ons op een bepaald punt and gebracht. What is that place? En wat is die plaats? It has brought us to the place of irresponsibility. Het heeft ons op de plaats gebracht van onverantwoordelijkheid. And so we have become complainers. You can write that down. We have become complainers that do nothing about our complaint. Dus we zijn klagers geworden die niets doen aan hun klacht. We just complain. We klagen alleen. You know, and trust me, look, if you want to complain, als u wilt klagen, you will always have something to complain about. Dan zult u altijd iets vinden om over te klagen. Oh, Bishop Bernard is too short. Oh, Bishop Bernard is te kort. Then I become tall. En dan wordt hij lang. He is too tall. Hij is te lang. Then I become short again. Dan word ik weer kort. Why? How come he was short and tall and now he's short again? What? No, there is something. Look, if you want to complain, als je wilt klagen, you'll find something to complain about. Dan zult je iets vinden om over te klagen. But if you want a change, maar als je een verandering wil, you do something about dan it. Doet u er iets aan. So do you know all the confusion on social media? Kent u alle verwarring op social media? Just complaining. Dat is alleen klagen. Just frightening ourselves. Onszelf beangstigen. The Antichrist is coming. The Antichrist is coming. The devil is coming. De duivel komt. Barack Obama is the Antichrist. Meanwhile, the Antichrist is standing right in front of them. They don't see. They support him. De Antichrist is voor hen staat en ze ondersteunen hem. They will support him. Ze zullen hem ondersteunen. People of God, let me tell you something. God forgive me. I don't wish to say this, but let me say it. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik ga het wel zeggen. Do you know that some of the most terrible things that happened on earth happened with church people? Weet u dat een paar forget van de, Muslims. Een paar van de meest vreselijke dingen die zijn gebeurd op aarde, dat die dingen zijn gebeurd bij kerkmensen? Forget Muslims. I'm telling you. Vergeet this. Moslims. Slavery. Slavernij. Was by church people. Was door kerkmensen. Slavery. Slavernij. There was a teaching in the church at that time. Er was een onderwijzing in de kerk that van die tijd. The black man. Die zei dat de zwarte mens was the beast of the field. Dat die het beest van het veld was. That the Bible spoke about. Waar de Bijbel het over there had. There was a teaching that said. Er was een onderwijzing die zei that you should be able to beat your slave, but don't kill your slave. Dat u slaaf mag slaan, maar dat u slaaf niet mag moorden. There was an understanding and a belief that said the black man was not a real human being. Er was een begrip en een geloof dat zei dat de zwarte mens niet een echt mens was.
in Ghana. In Ghana. Where the slaves were kept. Waar de slaven werden gehouden in het kasteel. Before they were shipped out. Voordat ze weggevoerd werden. Was underneath a church. Was onder een kerk. Underneath a church. Onder een kerk. In Germany. In Duitsland. Over 6 million Jews were killed. Meer dan 6 miljard Joden werden vermoord. Because of something from church. Vanwege iets vanuit de kerk. Not Christian. Niet christen. Not Christian. Not Christian. Not Christian. But something from church. Maar iets vanuit de kerk. That has shifted. Dat weggewogen is. By these very things I'm talking about. Door deze dingen waar ik het over heb. There was a very popular teaching called the replacement theology. Er was een hele populaire onderwijzing wat werd genoemd de verplaatsingstheologie. That said, the Jewish people were no longer the people of God. Dat werd gezegd, waarin werd gezegd, de Joodse mensen zijn niet meer de mensen van God. Because of Christianity. Vanwege het christendom. That's where Hitler started from. En dat is waar Hitler dus begonnen. So the same way Hitler held the Bible. Dus dezelfde manier waarop Hitler de Bijbel vasthad. Was the same way Donald Trump. Also held the Bible. Was dezelfde manier waarop Donald Trump de Bijbel vasthad. Didn't see that. Maar mensen zagen dat niet. In Spain or from Spain, I wouldn't say only in Spain. Vanuit Spanje. From the church. Vanuit de kerk. Millions and millions of people were killed in Spain. Millions were killed in France. Thousands were killed here, the southern part of Netherlands. Werden miljoenen vermoord in Spanje by a church. En duizenden mensen werden vermoord in Zuid-Nederland door een kerk. It's called the period of the Inquisition. Dat wordt de Inquisitie genoemd. Think about it. Denk what happened aan. To church? Wat gebeurde er met de kerk? That we would do these things. Dat we deze dingen zouden doen. Is the things I'm warning about today. Het zijn de dingen waar ik u vandaag over waarschuw. Go on Facebook. Ga op Facebook. Go on wherever you go. You know. Ga op waar u ook gaat. Then you will see. En u zult dan zien. If Joe Biden wins, then the whole world will win. If Joe Biden wins, then the whole world will... Look, I'm telling you. If Donald Trump was president and the world didn't end. Als Joe Biden wint, dan komt de wereld tot het einde. Maar ik zal u vertellen, als dat de wereld niet geëindigd is terwijl Donald Trump een president was. So... Look at what we are complaining about. Dus kijk waar we over klagen. We are complaining, crying, and are afraid of the signs of the end time, but we are doing nothing. We klagen, we huilen, en we zijn bang voor de tekenen van de eindtijd, maar we doen niets. My teaching is to help us to know what to do in the end time. Mijn onderwijzing is om ons te helpen zodat we weten wat we moeten doen in de eindtijd. There are a few things that Jesus teaches us to do, or the Bible teaches us to do. Er zijn een paar dingen die de Bijbel ons onderwijst om te doen. The first one, and you can start writing now. Ik ga nu beginnen met schrijven. I'll give you two, then I'll end. Ik zal u twee geven en dan take end. Me back, take me back, dear Lord, where I first believe. Bam, 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 bam. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back, oh, take me back. Dear Lord, where I first believe. That's where we have to go. Number one. In the end time, this should be our attitude. In de eindtijd moet dit onze houding zijn. Matthew chapter 24 and verse 6. Matthäus hoofdstuk 24 vers 6. Stay away from fear. Blijf weg van angst. Do not be afraid. Wees niet bang. He says, when you will hear of all these things. Hij zegt, wanneer u hoort van al deze dingen. And sure. Wees er zeker van. Be sure. Wees er zeker van. Make sure. Wees er zeker van. That your heart
Dat uw hart is not afraid. Dat het niet bang is. When you hear of wars and rumors of wars, of natural disasters, van natuurlijke rampen, of problems, van problemen, everywhere, waar het ook of confusion, van verwarring, of diseases, van ziektes, of SARS, of SARS, of corona, van corona. When you hear of all these wanneer things, u hoort van al deze dingen, don't be afraid. Wees dan niet bang. Do not be afraid. Wees niet bang. Do you know why? Weet u waarom? Because it is your Lord. Want het is uw Heer. That is getting ready to come. Die zich klaarmaakt om te komen. Do not be afraid. Wees niet bang. Because it is the judgment day that is at hand. Want het is de oordeeldag die komt. Wees niet bang. Don't fear. Wees niet bang. It doesn't matter who is the president of where. Het maakt niet uit wie de president waar dan ook is. Do not be afraid. Wees niet bang. Nothing will be destroyed. Niets zal vernietigd worden. Or annihilated, totally removed. Of helemaal verwijderd. Before its time. Voor zijn tijd. Everything is in the hands of the Lord. Alles is in de handen van de Heer. Our God, God, He holds all things in His hands. Hij heeft alle dingen vast in zijn handen. Don't forget that. Don't you ever vergeet forget dat niet. That. Vergeet dat nooit. He holds all things in His hands. Hij heeft alle dingen vast in Don't zijn handen. Don't you forget that. Vergeet dat niet. Our God. Onze God. He is God. Hij is God. He works miracles in good times. Hij werkt wonderen in goede and tijden. And works miracles in bad times. En ook in slechte tijden. No matter the time. Het maakt niet uit wat de tijd he is. He is God. Hij is God is. Do not fear. Matthew 24, verse 6. Do not fear. Wees niet Do bang. Not fear. Wees niet Do bang. Not be afraid. Wees niet bang. Of the things that are in the end time. Voor de dingen die in de eindtijd zijn. Do not be afraid. Wees niet bang. When you see the abomination of desolation risen upon the holy place, do not fear. Wanneer u allerlei problemen ziet, wees niet bang. When you sleep, sleep well. Wanneer u slaapt, slaap dan goed. You will only die when God says you will. U zult alleen sterven wanneer God dat zegt. Otherwise, you'll be in an airplane and it will crash and you will survive. En anders zult u in een vliegtuig zitten, het zal een ongeluk hebben en u zult overleven. Do not be afraid. Wees niet bang. And do not be reckless. En wees ook niet roekeloos. Number two. Nummer twee. Attitude. Houding. Of the end time. De houding van de eindtijd. 1 Peter chapter 4 and verse 7. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 7. Now the end of all things is at hand. Zegt nu zijn het einde van de dingen zijn. Be therefore sober. Wees daarom nuchter. And watch unto prayer. En kijk, blijf bidden. 1 Peter 4, 7. 1 Petrus 4, hoofdstuk 4. Be sober. Wees nuchter. And watch unto prayer. Blijf bidden. Calm down. I like that blijf little rustig. Nigerian boy. Blijf calm rustig. Down. Blijf Mommy, rustig. Calm Word down. Rustig. You are going to punish me, but before you punish me, I want you to calm down like this. Like this. Calm down. Calm down. Calm down. Wees rustig. Be sober. Wees nuchter. Be sober. Wees nuchter. Be level-headed. Wees nuchter. Be sober. Wees nuchter. And watch unto prayer. En blijf bidden. Be sober. Wees nuchter. Be sober. Wees nuchter. Be sober. Wees nuchter. Something wants to make you hyper. Iets wilt u hyper maken. Be sober. Wees nuchter. And watch unto prayer. Blijf bidden. We have to intensify prayer. We moeten in the last days. We moeten gebed intensiever maken in de laatste dagen. Not to stop the Antichrist. Niet om de antichristus te stoppen. Not to stop the beast. Niet om het beest te stoppen. Not to stop the mark of the beast. Niet om het teken van het beest te stoppen. Do you know why? Weet u waarom? We can't. Dat kunnen we niet. We can't. Dat kunnen we niet. Church, we are going to pray. We are going to stop the Antichrist. Forget it, you can't. Kerk, we gaan bidden om de antichristus te stoppen. His spirit is already here. Zijn geest is er al. The spirit of the Antichrist. De geest van antichristus is already here. Is er al. 1 John 4, 3. The spirit of the Antichrist is already here. De geest van antichristus is er al. The person of the Antichrist is yet to be revealed. De persoon van antichristus moet nog geopenbaard worden. But we have seen types. Maar we hebben types voorbij zien. And we have seen shadows. En we hebben schaduwen voorbij zien. Of the Antichrist. Van de antichristus. Pray. Bid. What kind of prayer? Wat voor gebed? Pray for strength. Bid voor kracht. God, strengthen me. God, bekrachtig mij. Let me disappoint somebody. Laat me iemand teleurstellen.
God will not always take you out of trouble. God zal u niet altijd uit problemen halen. Sometimes he will strengthen you to go through trouble. Soms zal hij u bekrachtigen om er doorheen te gaan. These are the truths you don't like to hear, but that's the truth I will preach to you. Dit zijn de waarheden die u misschien niet wil horen, maar ik zal het wel blijven prediken. I think the reason why we have a big crowd in every service is because I preach truth. De reden waarom we een groot publiek hebben in iedere dienst, truth, omdat hard truth, omdat ik harde waarheid predik. Harde waarheid, maar ik predik het. Hallelujah. Pray for strength. Bid voor kracht. Antichrist, I know you will come. I know I can't stop you. But Father, strengthen me. Bekrachtig mij. That I might stand. Dat ik kan staan. Jim Reeves wrote a song. Jim Reeves, I don't know if he wrote it, but he sang it. Hij zong het in ieder geval. He said, "Where do I go from here?" Hij zei, waar ga ik vanuit hier? What faith is drawing near? Welk geloof komt dichtbij? Then, in one of the verses of that song, he says, "Give me strength." En dan zegt hij, geef me kracht. That I may find. Dat ik kan vinden. Abiding faith. Geloof waarin ik me kan verblijvend geloof. Ik kan verblijven. And abiding faith and peace of mind. En gerustgesteld gedachten. Peace of mind. Gedachten die gerustgesteld is. Peace of mind. Gedachten die gerustgesteld is. Give me strength that I may find that. Geef me kracht dat ik die dingen vind. Give me strength that I'll be able to stand. Geef me kracht dat ik in staat ben om te staan. Pray for a closer walk with God, for a deeper relationship with God. Bid voor een diepere relatie met God en een betere wandel met God. Number 3. Pray and bring your request to God. Bid en breng je verzoeken bij God. So pray empowerment prayer. Bid bekrachtigingsgebed. Pray for a closer relationship and a deeper relationship with God. Bid voor een diepere relatie met God. Day by day of these three things I pray to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. That is my prayer. Iedere dag bid ik voor deze dingen, dat ik u beter zie, dat ik dichter bij u ben en dat ik meer van u hou. But Bishop, when we pray about those things, then our miracles will not come. Oh, you didn't read this scripture. Seek ye first the kingdom and all other things shall be added. You forgot that one. Maar Bishop, als we deze dingen bidden, dan komen onze wonderen niet. Oh, u heeft dit schriftgedeelte dan nog niet gelezen. Zoek eerst het aangezicht van hier en zullen alle andere dingen komen. Number 3, make requests. Nummer 3, breng uw verzoek bij God. Make requests to God. Breng uw verzoek bij God. Your kingdom come. Uw koninkrijk komen. Your kingdom come. Uw koninkrijk komen. Your will be done on earth. U wil geschieden op aarde. Your spirit reign. Uw geest heerst. Reign, Jesus, reign. Heers, Jezus, heers. Reign. Heers. Reign. Heers. In our government. In onze. Reign. In onze overheid. In our church. In onze kerk. Reign. Heers. In the marketplace. Op de markt. Reign. Heers. In our jobs. Op onze reign. Heers. Hallelujah. Hallelujah. That should be our prayer. Dat hoort ons gebed. Be sober. Wees nuchter. And watch unto prayer. En blijf bidden. I'll continue next week. Ik zal volgende week verder and talk gaan. About more things we have to do. En het hebben over meer dingen die we horen te doen. I've given a little bit of our history. Ik heb een beetje van onze geschiedenis and gegeven. And little things that bring big problems. En kleine dingen die grote problemen veroorzaken. Little deviations. Kleine afwijkingen. But remember this always. Maar denk hier altijd aan. Christianity. Christendom. Is powerful. Is krachtig. Christianity. Christendom. Is the character of Christ. Is het karakter van Christus. And it brings down. En het brengt all the blessings of Christ. Het haalt alle zegeningen van Christus omlaag. If I can follow him. Als ik hem kan volgen. If I can be like him. Als ik zoals hem kan, zoals hij kan zijn. If he, I will allow him to manifest himself. Als ik hem toestaan dat hij zichzelf manifesteert through me, door mij. Then I will be an example. Dan zal ik een voorbeeld zijn. Of everything he is. Van alles wat hij is. Everything he has. Alles van wat hij heeft. And everything he is able to do. En alles wat hij is, waarvan hij staat. Do you receive this message? Heeft u deze boodschap? God bless you. God bow down your head. Buig uw hoofd. Begin to talk to God. Begin we want to go back. God. We willen take teruggaan. Me back. Take me back, dear Lord, to the place where I
Everybody put your one hand up. If you know, say you know, no defeat. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner, I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell I'm a winner, you. I'm a winner, I'm a winner. Make this bold confession. In the face of Wahala. I'm a winner, I'm a winner. God, it day my side, will never leave, oh. I'm an overcomer. I don't know the feet, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I trust the wheel. Everywhere I go, rain or shine, I will be on top. I'm a winner, I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner, I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner.